En ik hoop dat het niet gaat regenen. En dat mijn haar een beetje goed blijft zitten. Nou, daar gaat hij weer. We hebben namelijk mensen gevraagd om auditie te doen voor een van de hoofdrollen in de Porsche 360 video. Tegelijkertijd naar zo'n camera en je regels uitspreken is het lastiger dan het lijkt als je een afleveringetje Top Gear zit te kijken. Die vijf die zijn hier nu aanwezig en die mogen ritjes in de Boxster maken, waarin ze ook hun statement van onafhankelijkheid, van vrijheid en met de gebruiker van de Porsche app delen. Onafhankelijkheid is de vrijheid om je eigen keuzes te kunnen maken. Wat 360 filmen anders maken dan gewoon een filmdag is dat je erg veel tijd moet besteden aan het inbouwen van de camera, geluid verstoppen. Omdat het 360 is, zie je alles, alles is in beeld. Dus dat maakt het extra ingewikkeld. Je kunt helemaal om je heen kijken, een soort proefrit thuis op de bank. En dat is waarom Porsche ook voor een 360 app heeft gekozen. Je stapt in, die auto is zo vers, net van de fabriek af. En al je zintuigen neem je mee. Je zit erin, hij zit helemaal om je heen en gaan. Dat is heerlijk. De nieuwe Boxster is een wat meer mannelijke auto geworden. Wat hoekiger achterkant, mooie koppomp aan de voorkant. Hij is wat breder, wat lager. Hij schakelt fantastisch, hij gaat als de brandweer. En hij ziet er zo mooi uit. Ik wil hem hebben.